Ja, dus ik zei vorige keer, ik zei zo tegen die dokter van, heb je wel goed onderzocht? Ik bedoel, ik heb nog steeds last van die hondenriem. En toen op een gegeven moment zei hij van, ja, dat komt wel goed. En als je op een gegeven moment... Fucking nice timing. What the fuck doen jullie? Ik ben serieus een verhaal vertellen en jullie zitten als een stelletje randdebielen te rollen. Nou... Op naar het intro. Okay, people, let's go to work. Ja, en doe maar stoer met je paard, hè, meneer Mootje. Ik zal je daar een keer mootjes hakken. Oh, hij geeft één tip. Oh, één tip. Oké, okay, ja. Oh, let op. Daar gaan we. Maar... Goed, oh shit, als je level 12 bent. Nou, dan moeten we even doorgaan. We zijn level 7 nu. Nice! Oh, nog één. Bam, 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 okay. Bam, 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 bam. Zullen we, Roy? Ja? Even kijken hoor. Ga verder lopen. Ja, we moeten questen doen en ik zie dat er een rode vraagteken is. En we hebben Mootje, die zit nou in onze party, want die heeft... Ja, doe maar stoer met je paard. Stom paard. Echt, hè? Komt er weer hoor. Ja, ik zie toch niks. Hier, wat ben je? Jullie zijn de andere kant opgelopen. Nee. Ja. Ik ren achter Vincent aan. Ja, hier is een schelkist. Dat is een slimme keuze. Nee, helemaal. Ik loop gewoon naar die... ik probeer naar die vraagteken, maar je kan op twee manieren daar naartoe. Oh, laat maar. We lopen om. Echt? Wow. Maakt niet uit. Zo zien, de mensen wat van, zo zien de mensen wat van de omgeving, Roby. Laat ze niet waarden. We lopen hier elke keer langs. Ja, shh. Dan zien ze het nog een keer. Wat ik ben een paard. Ja, je bent zelf een paard. Ja. Oh. Ik zou het ook niet, jammer dit. Nou, Roby, dan hoor je toch wel eens een complimentje. Kijk, nou. Hier staat die man. Of vrouw, sorry. Redeployment. Redeployment. Oké, wat gaan we doen? Follow the Eastern Road. Hallo. To find Chion. We gaan Chion vinden, hé. Hey, Dickie. Nou, heb je wel eens naar jezelf gekeken? Nou, de spiegel brak elke keer. Dat is een beetje lastig. Nee, ze passen niet eens op die spiegel. We gaan naar Chion. Kom, we gaan naar Chion. Hé, hey, anders gaan we recht door hier. Island of Dawn. Mortjes entered Island of Dawn. Jol. Echt waar? Die loopt achter mijn reet aan. DJ Moortje. Oh, ik val keihard op mijn muil. Kom met koesjes. Lorpen. Okay. Oh, wauw. Wat is dit dan? Wauw, wat is dat dan weer voor iets? Daar moeten we wel heen ergens, hé? Ja, we moeten hier naar beneden dadelijk. Kom weer. Oh, dan spring jij hier eens naar beneden? Kijk eens of het ja, aardig hallo, is. Ja, hallo, hier is het vraagteken. Ga dan niet naar beneden. Waar? Oh, daar is die. Hallo. Roy, jij hebt ervaring met vallen, oh, zeg nieuwe, maar. Nieuwe kusten. Ja, nee, jullie niet, nee. Hey, jij was de eerste. Dan, return. Zullen we die andere kusten gelijk accepteren? Ja. De les, want die zijn ook weer in de goede kleur. Nu kan de één ook weer... Oh. Kan je er nou één accepteren al? Nee. Huh? Waarschijnlijk eerst iets doen. Supplies. Ja, oh, we moeten die kisten verzamelen. Ik heb hey, een kist ga gezien. Jij gewoon even die kisten verzamelen, Roy. Nou, ik heb kisten gezien, hé, in het dorp. Nou, die staan hier langs. Overal in het veld. Echt? Ja. Waar dan? Ja, dan moet je goed zoeken. Oh, ik zie ze staan, ja. Ja, ik heb het hier ook weer in. Maar je moet Orken Guardian doden. Zo, wat een groot beest, joh. Zo, bam. Jongen. Ik pak het goud wel, voordat jullie het vergeten. Voor jou is het vergeten. Kunnen we je laten omroepen? Niet mijn kist. Wil Vincent naar de klantenservice komen? Niet zo Vincent doen. Naar de klantenservice. Niet zo doen. Kan ik even mijn webcam iets duidelijker maken voor de mensen? Gaat hij weer met zijn paard hoor? Wat doet hij? Ik zie hij niet. Komt hij in één keer weer keihard langs gerend op dat paard van hem? Zo beter jongens, ja. Is iets licht. Het wordt donker hè, buiten. En op een gegeven moment. Oh, ik heb gelijk XP erbij. Kijk hoor. 5 van de 5. Moeten we toch mannetjes vermoorden? Nee, we moeten nog we moeten alleen nog die kisten. Oké, okay, ik zoek ik heb er nog één. Even door. Zit hij in de buurt? Oh, ik zie een kistje. Ik loop wel naartoe.
Oh, er staat iemand bij. Wie is dat? Level 7? Roby. Oh. Roby. Hoeveel moeten we nu nog? Nog één kist. En ik heb die. Jij hebt hem? Oké. Ja, ik heb hem. We moeten nog 3. Maar er staat supply crates. Er staat 0 van de 5. Ja, je moet ze zelf pakken volgens mij. Dat had ik ook. Oh, dan moet je ze zelf. Haha, succes. Oh ja, als jullie melk voor mijn mel wegrapen. Oh! Ja, ik kan dat nog niet zien. Nou, ik heb er 2 quests geaccepteerd. Laat me even een paar... Ja, pak me die. Laat me die pakken. Welke? Ja, hier zo. Oh. Heb je serieus allemaal al 5 kisten gepakt? Nee, ja. Ik heb er nu 4. Oh, wauw. Ik heb de quest al voltooid. Allebei? Ja. Oh, ze staan dicht bij elkaar hier. Dat is mooi. Dat is alleen maar goed. Ik krijg er ook XP voor, hè? Voor die kisten, joh. Die Mojo heeft ook een super groot zwaard, joh. Ja? Het zwaard van hem is echt huge. Is dat, laat maar. Oh, ik zie nog een kist. 2 supplies hier. Ja. Ik vind het ook fijn dat niet al die monsters aanvallen. Echt, hè? Ja, dat is echt heel relaxed. Oh, dan moest je steeds van wegrennen in de... Zo, in World of Warcraft? Oh, ja, wel echt, realistisch, hoor. You achieved? I saw it first. Oh, leuk. Ik krijg ook achievements nog tussendoor, hè? Nou, ik heb alle kratten nu gevonden. Vind. Nou, en er staan 3 quests in het groen. Die kan inleveren. Er zijn er een paar, ja. Ik denk dat ik daar wel level up ga. Ik ben nu level 7. Oké. Okay. Nou, 600 XP en ik heb wat geld gekregen van de. Dankjewel, babe. Oké, okay, we kunnen nou wat andere dingen invullen. Inleveren. Die zijn hier achter, zie ik nu. We moeten even naar achter lopen. Oh, dat is een nieuw gebied dan. Stukje. Ja, moet hierheen. Shrine of the Demon God staat erbij. Zo. Wauw. Klinkt allemaal heel erg mysterisch. Gevaarlijk. Ja, joh. Oh, er komt een dame. Hallo. Hallo, mevrouw. Hallo, mevrouw. Waar is Roby? Zie je wel een beetje bij? Ik kom eraan. Oh, daar loopt zo die dikke. Niet te missen. Ja, ja. Niet te missen. Komt ze in één keer achter ons aan gehobbeld. Ik rol. Ja, dat they see me rolling. Ja, daar is die. Nee, oh, hij loopt. Nee. Kijk nou, Dark Claw. Oh, die moet je doden, hè? Oh, zie je ze er achteraan? Ja, hè? Zo. Oh, ik weet niet of we hem nou hebben. Of we hem nou hebben. Victory muziek. Ja, maar... Of hij nou nog een keer of zo. Ja, hierzo. Kom, help mee. Get him. Oh, de bloed spat zelfs op mijn scherm. Wow. Ja, ja. We hebben hem. Vermoord ook de rest erbij. Oh, dit is wel nice. Want we moeten die quest echt... Die 3 die moeten we allemaal bij dezelfde persoon inleveren. Serieus? Ja. Your achievement hounded 100. Oeh, het geluid zit wel wat. En nu? Pak ik even de loot op. Sorry. Waar moeten we heen? Oké. Okay. Zo. I'm wondering. Ik ga lopen. Complete. Het is wel lastig, die mapkaart vind ik een beetje onoverzichtelijk soms. Maar, chill. Oh, je kan er ook gelijk weer 2 activeren. Oké. Okay. Oh, yeah. Maar dit zijn echt grotere bazen quests hoor, dit. Ja. Into the core. En we weten niet eens wat we moeten doen, want we lezen het niet eens zo echt heel erg. Maar ik ben level 8 geworden. Maar een of andere arena. Oh jee, als ik op de M klik ben ik bang dat we... Ja hoor, er is geen dingen meer te zien. Falling Chromus, Fight of Falling Chromus. Oké, dat zijn die mannetjes hier, die draken. Zo, wat een sterke monsters joh. Nou, wel, de man is zo dood. Ja, kijk wie mee helpt, moordje. Ja, dat is waar. Wow, wat een beest, wat zijn het? 2 koppige draakmonsters of zo? Nee, dat gaat wel lekker snel zo. Zo, het was super snel een paard. Moordje, wow. Hiya! Hiya! Bam. Spacebar. You mean all names, you're right? Nothing but a hound dog. My name first, then spacebar. Your name. Ik zal vragen aan hem. Heb je teamspeak? Ik wil gewoon vragen, misschien kan hij hier komen. Oh, why did I do that? Moeten we hierin? Nee, waar moeten we heen? Oh, ik moest serieus helemaal die kant op?
Oh ja. Helemaal daarin? Ja. He mad! He mad! Hem. Leuk hè, mooitje. He mad! Hoi! Hij heeft geen teamspeak. Jammer zeg. Jammer dit. Maar hij heeft een groot zwaar inderdaad, wat hij het zegt joh. Hij heeft ook die beesten zo dood. Even kijken hoor. Hij vraagt of Teamspeak gratis is, zou ik zeggen. Ja. Zeker weten. En we kunnen hem inleveren hier. Waar kunnen we hem inleveren? Verderop? We moeten nog een stuk verder lopen. Oh, ik zie het, ja. Hup, rennen jongen. Waar zien jullie heen dan? Oh, jullie zijn verder lopen. We zijn aan het rennen. Lumlock. Er staat bijna een keer in beeld. There she is. Ja. Huh? Oh, oh, er staat hier in één keer iemand. Hallo. En wie is er dan? Want kijk dan wat een rare kracht hier omheen zitten. Wat een ander land we ineens zijn. Ja. Hè? Een spookland of zo. Terwijl dit één stuk land is, hè? Dat is apart. Daar zie je. Moeten we hier ergens zijn? Oh shit. Oh, daar is ze ja. Kijk. Vandreje Outrider. Oh, Roy. Ik praten, denk ik. Into the. I understand. Maar niet te snel, jongens. Ik wacht maar even. Nou, we wachten hier zo. Ja. Hier kunnen we als goed wat. Oh, hier kan je heel veel doen. Oho. Ik loop eerst even deze. Jullie zijn gewoon recht vooruit gegaan? Want ja. Dit zijn level 8 monsters, hè? Nou, je best wel eentje proberen te doden, maar... Je moet gewoon even ons op de map zoeken. Oh, dan zijn we nieuwe questen. Ja, heel veel. O jee, dat wordt zo lekker uitvogelen. Maar die zijn... Drie hier. Oh, die zijn geel weer. 3000 XP, woeh! Ja, je krijgt er echt... Je gaat het echt hard, joh. Oh. Oh, hier ook weer een. We moeten ook even kijken of we spulletjes krijgen die we kunnen aandoen of iets. Hey, repeatable. We kunnen een quest repeatable doen. Hey, ik heb weer nieuwe kleren gekregen. Ja, is ook eens kijken? Ik niet. Ik ook niet. Oh nee. Huh? Nee, waarschijnlijk heb ik die moet je niet nog verkopen. Ja, die... Had ik net of die, verkocht. Die moet ja, je gewoon weer terug. Had je op oké geklikt, dat was bij mij ook een probleem. Volgens mij wel. Oh ja, ik weet het niet meer. Huh? Oh, ik krijg in één keer een bericht, de Creeper 1. Ja, oh, dat doet hij natuurlijk. Die moordje. Ja, hij is ons aan het helpen. Ja, ik ga ook die beesten verdoden. De Creeper, hier staan ze. Ik ga eens kijken op... Oh, oh shit! Ja, dat zag je ze net nog niet. Dat is echt een hele rare beest, joh. Zo, ze zijn zo dood, joh. Hier. Ik heb die zo dood joh, die beesten. Ja, ze zijn niet voor, zo heel voor sterk. Voor level 8... Oh, hier ligt een member. Member corps. Oh, je kan lichamen kan je uitpluizen of er wat in zit. Serieus? Amulet. Wow. Ja, ik heb een amulet gevonden. Amulet, holy fuck. Level 10 monnetjes, ik nou te vermoorden, hé. Oh, dat is niet de bedoeling, denk ik. Oh, ik ga hem proberen aan te vallen, jongens. Level 10. Nee. Oh, ik ben bijna dood. Holy shit. Gelukkig helpen ze me mee. Holy shit. Holy shit. Thanks, man. Hey, Dickie. Ik zeg ik heb er één af. Tak, nu inleveren. Welke heb je af? Oh, wat is dit? Ik heb painful disc dinges. Klaar. Ja, jongens, jullie moeten me even helpen, man. Daar. Dit zijn allemaal kleine monstertjes of zo. Holy fuck. Komen ze nu allemaal op mij af? Holy fuck. Waar ben je? Ja, aan het vechten. Kijk maar op de map. Dit moet je allemaal... Het is allemaal kwestie, jongen. Die kant op gegaan. Hier is Mootje. Wow, wat een beest, joh. Wat is Vincent? Ja, en... Zit hij daar helemaal daarachter? Ik ben echt niet ver van het lekje af, hoor, apen. Nee, ik denk nee, echt echt op de kant van de map zit. Nee, ja, we waren naar zo'n blauw dingetje toe gelopen, maar dat was Mootje, dus jij bent daar aan de andere kant. Ja, als je op M klikt, dan zie je dat toch? Als ik op M klik, dan zie ik gewoon van die blauwe dingetjes, maar ja, Mootje is daar ook. Ja, Mootje is aan de andere kant, dus wij liepen naar Mootje toe. Oh, ja, dat is een beetje onduidelijk, wordt het. Ja, 5 van de 5. We moeten die kleine beestjes afmaken. Ja, die heb ik vermoord, ja. Ik heb al één helemaal, die zijn heel makkelijk. Oh, wow. Inderdaad. Oh my god. Wat zijn dat? We vallen wel aan en koeken. Ja, nou is dat zo dope, kijk dan. Nee, anderen kunnen ook aanvallen. Die zijn erachter. Jij loopt er al naartoe. Ja, die grote. Ja, die kleintjes, joh, die zijn leuk. Die grote is ook vet. Eén slag dood. Hij is bang. 5 van de 5. Deze heb ik klaar. Dat valt mij aan. Slaan. Oké, alles is dood. Mogen we terug. Zit dood! Oh, jij ook bijna. Wat? Kijk naar je XP. Wat is dan?
Nee, je helpt. Je helpbar is hartstikke laag. Ja, ik had net een level 10 monster aangevallen en die vond het... Ja, met één klap, had hij mij voor de helft vermoord. Die vond jou niet zo aardig, volgens mij. Nee. Nou, maar wie wel? Nou ja, er was een goos die hielp me gelukkig. Dat was een wat hoger level. Oké, ik heb er weer één klaar. Ja, even inleveren. Ik zie hier ergens een inleverdingetje. Wat is dat daar? Hurry! Waar moet ik nou heen? Oh, daar. Want je kan ook corpses moet je vinden. En in corpses zitten ook van die amulets. Die moet je verzamelen. Oké. Okay. Dat had ik gemerkt toen ik een corps... Ik ging hem uitbuiten. En toen was er iets van... Remember this finally. Kijken. Oh, jullie zijn hier. Even kijken hoor. Moet ik nog wat inleveren? Even kijken. Ik heb voor mij alles... Ja, die corpses moet ik dan nog doen. Ja, ik moet ook. Ja, ik heb nog vijf amuletten vinden. Ja, ik weet niet hoeveel jij er moet vinden, Roy. Vijf. Ook vijf, ja. Moet je dan die corpses doden? Ja, nee, die moet je zoeken met F. Onderzoeken een beetje, maar ik weet niet waar ze liggen, joh. Is ze verspreid of zo? Denk het. Kijk uit voor Kugai. Of hoe heet die? Kugai, die kan je in één klap de helft van je XP weghalen. Ik zit te zoeken, maar ik kan niet echt corpses vinden, zeg maar. We gaan heel ver aan het rondlopen. Oh, hier heb ik er een gevonden. Helemaal aan de andere kant van de fucking map. Ah ja, hier. Oh, ik zie dat... Huh? Oh my god, hier rent iemand. Oh, daar zit Rangio. Kan ik die ook nog... Oh nee, die kan ik niet uitpluizen nog. Die verdwijnt dan, ja. Zijn jullie helemaal heen? Iets? Ja, zoeken. Ja, ik loop nu naar jullie. Maar we zijn alles aan het onderzoeken hier. Want het is wel een lastige als ze zo weinig zijn dan. Zo. Maar misschien zijn ze al gevonden door anderen en dan verdwijnen ze ook heel. Ja, dat is waar. Ik weet echt niet meer waar jullie zijn. Volgens mij. Sorry voor mijn misschien wat gelige webcam. Ik zie het in mijn gezicht. Het is een beetje geel allemaal, maar dat komt ook geel licht heb. En ja, dat vind ik mijn webcam niet zo leuk. Oh, ik heb een korps gevonden. Hier ligt er een. Of het is, hij slaapt. Moet je hier zoeken? Ja, ze liggen op de grond verspreid, Roy. En dan zie je er een klein uitroeptekentje boven, zeg maar. Oh, echt? Ja. Of een vraag... Nee, een uitroeptekentje. Ik heb er twee van de vijf. In niks? Ja, je moet een beetje... Ze zijn inderdaad weinig aanwezig. Oh, hier ligt er nog één. Ik denk dat ze beter hier in de buurt kan kijken. Hier liggen ze namelijk dichter bij elkaar dan... Oh nee, gozer, ze ging me uitlachen. Ik ben met grote beesten aan het vechten waar we ook weer wat mee moeten. Oh shit, ik zie hier Sun. Wat is dit dan? Een kristal of zo? Oh, gathering successful. Gathering life affects your abilities. Ik heb een kristal, heb ik iets gedaan en nu is mijn abilities omhoog gegaan. Oh wow, oké. Cool. Ik heb er nu 4, ik heb er weer een gevonden. Ik weet niet wat er gebeurt bij me, maar ik heb een kracht of zo. Ik heb een kracht op me. Ik moet er nog één. Ik ook. Ja, ik moet er nog 4. Moet je een beetje hier zoeken waar wij zijn, Roy? Ik ben een brug overgegaan. En daar vind ik er heel erg veel. Ik vind er 1. Ik heb er nog één gevonden. Laatste. En ze spannen ook weer terug, Roy. Oh, wat de fuck zijn dit dan weer voor dingen? Crystal ore? Ik ga het ook eens even minen. Oh, hier, daar is Mootje. Oh, ik zie er al in liggen daar. Mootje. Oh, your mining has increased to 1. Oh, je kan minen, joh. Wat gaaf, je kan je skills in een bepaalde vaardigheid trainen. Dat blijkt mij in deze video. Ik wist het zelf ook niet, ik heb ze alle 5 trouwens. Nice. Ik ga gelijk even wat minen dingetjes, want... Oh, zien jullie ook in één keer staan dus, op Jack? Suspicions. Ja, dat ben ik aan het doen met Mootje hier. Oké, ik ben nog steeds waarom, de corpses aan het zoeken. Kunnen we meedoen, of... Ja, je moet beesten afslachten weer. En dan? En die zijn aan de andere kant van een of andere brug waar ik net overheen liep. Dan ga ik volgens mij de goede kant op nu. Ja, ik ben ook een miner. Mining is een crystal 3. Je achieved een minor. Oh, Roy is hier bij mij. Ja, ik ben die corpses nog aan het zoeken. Ja, waar zijn die beesten hier aan het afslachten? Oké, ik kom maar naartoe, want anders... Ja, ik krijg die toch binnen, maar ik krijg geen corpses. Ja. Nice. Oh, wacht even, ik moet nog 3 van die amuletten. Oh. Je moet dit veld goed doorzoeken. Hier, ik zie daar alweer een lijk. Ik zie hier
Nou, oh, hier zijn er heel veel aan deze kant van de brug. Oh, je kan die repeaten, die quest. Ga je hem nog een keer overnieuw doen, Gio? Kan dat? Welke, die amuletten? Ja. Ja, het ligt eraan hoeveel XP je ervoor krijgt. 1500. Oh, dat is niet zo heel veel volgens mij. Ben je die brug daar over gaan, Gio? Waar? Achter hier? Mij. Ja, daar hè? Ja, daar begin ik over. En dan? Kan je gewoon... Nou, daar liggen heel veel van die lijken. Ja. Oh, daar heb ik er 4 gevonden. Ik ga niet mijn amuletten stelen. Ik moet hem nog... Dooien. Iemand wil me hakken. Oké. Hakken. Lekker hakken. Misschien nog een keer doen. Suspicious object, ja. Ik heb een suspicious object. Oh, die heb ik net al gedaan. Ja? Ja, maar jij doet natuurlijk mijn moordjes samen, dus ja, dan... Ik was een rode krijgt die dingen ook. Oh, is een suspicious object. Ben ik nog wel in je party? Ja. Ja, toch? Ja. Ik zie gewoon samen bij de party. Oh, nou, ik heb 2 van de 5. Ik heb die met die amuletten ook weer gedaan. Oh, ik krijg in één keer heel veel XP hier. Ik heb hier nog 1 lijstje zoeken. Oh, Mocha heeft Teamspeak. Ja? Nou, laat hem connecten. Beetje. Ik heb een ring. Kan ik die omdoen? Even kijken hoor. Wel een bom. Ik ga een bom gooien, kan het? Goed zo. Ja joh, ik gooi een bom. Wat vet. Oh wauw. Ja, ik kan eindelijk inleveren. The road is long. Ik ben gewoon even aan het trainen hier. Ik ben die like weer aan het zoeken. Like. Ga je het weer doen, overnieuw? Ja, ik heb hem nog een keer gedaan. Oké. Okay. Ik ga hem inleveren, die quest. En dan hebben we geen quest meer, joh. Nog eentje. Dan zijn ze allemaal leeg. Ja, dan zijn ze allemaal weg. Oeh, dat wordt een probleem dan, want ik vind dat nooit fijn. Ik vind het altijd fijn als de questen... het, maar ja, dan moet je naar een nieuw stuk land en daar krijg je weer nieuwe questen. Dat is wel... Dan weten we in ieder geval dat we wel een gedeelte van deze map hebben uitgespeeld al. Dat is waar. En in dat in 3 video's, dat is toch wel netjes. Of, zeker. Heb ik nou weer die amulet geaccepteerd? Ja. Oh, wat stom. Ja, er stond ook, ik zei nog, repeatable quest. Je ziet ook een vraagteken met een soort cirkeltje eromheen staan. Dat betekent dat je hem kan herhalen. Oké, okay. Dat weet ik nu dan. Hoe kan je die annuleren? Je moet ook lezen een beetje wat er staat. Nee. Nou, denk het wel. Well, fuck my life. Ja. Ja, dat kan. Oh, er is een nieuwe quest zie ik voor mij. En hoe nee, alleen die. Je moet erop klikken, zeg maar. Eerst op escape klikken, dan doe je op die quest en dan doe je abandon. Dan is die weg. Oh, nou, ja. Oh, ja, ik denk dat we de video gaan eindigen en dat we dan hebben zoiets van... nou, bedankt voor het kijken voor de mensen. En ik vond het een hele aparte aflevering, omdat we dus nu hebben gemerkt dat ik kan minen. En ik kan dus mijn mining skills omhoog doen. Mine. Dat mine. Ik beter word in minen en misschien meer grondstoffen kan minen en meer geld kan verdienen. In Minecraft? Ja, nou ja, ik vind het gewoon leuk gedaan dat je gewoon net als WoW, om het weer erbij te betrekken, dat het gewoon dat je je vaardigheden kan verbeteren door het gewoon vaak te doen. En ja, dat is gewoon geniaal, vooral in zo'n RPG. En Robby? Ja. We gaan daarom de video afsluiten en bedankt dat je wel kijken. Wit spel spelen. Vergeet niet, het is wel rond de 40, 50 gigabyte. Maar onder in de beschrijving zie je een linkje waar je hem kan spelen en downloaden. En wie weet kom jij wel in een video terecht. Want we gaan nog zeker wel wat aflevering maken in Terra. Dus natuurlijk! Doei! Dansen! Ik zal maar dansen als dame. Kijk eens dansen, joh.